Chocoladesauzen. Mijn naam is Beverly Dunkley. Ik hou toezicht op de opleiding in de Britse Academie van Barry Callebaut En mijn taak op dit moment bestaat erin enkele bijzonder eenvoudige chocoladesauzen te maken. Voor mijn eerste recept heeft u een magnetron nodig, 250 gram chocolade in een plastic kom, 250 ml room en een spatel. Ik ga de room dus bovenop de chocolade leggen. En dat gaan we gedurende 30 seconden in de magnetron plaatsen. U kunt de chocolade zachtjes zien smelten. En nu moeten we enkel maar zachtjes roeren om de warmte te verdelen. En dan gaan we nogmaals 30 seconden geven om de chocolade volledig te doen smelten. Dan goed roeren, de chocolade en de room vermengen. Enkel opnieuw verwarmen als ze nog enkele seconden nodig heeft. We hebben een heerlijke chocoladesaus. Als u de saus wat dik vindt, kunt u ze verdunnen met wat extra room of melk. En waarom zou u niet eens proberen met wat gehakte chili of een vanillestokje? Doe wat kaneelpoeder in uw room de dag voordien, goed zeven en de room en de chocolade dan aan het koken brengen, om de aromas goed in de chocolade te doen trekken. Een eenvoudige chocoladesaus kan op het fornuis gemaakt worden. En voor dit recept heeft u 225 gram chocolade, 100 ml water, een eetlepel suiker, een sauspan en een spatel nodig. We gaan alle ingrediënten gewoon samen in de sauspan doen en dit alles zachtjes aan de kook brengen. We gaan de chocolade gewoon omroeren om te vermijden dat ze onderaan de pan blijft kleven. Want dan zou ze karamelliseren en we laten ze hier gewoon zachtjes en langzaam aan de kook komen. U ziet het dus, op enkele minuten tijd heeft u een heerlijke chocoladesaus. Ik ga de saus nu zeven om er zeker van te zijn dat er geen luchtpellen meer in blijven zitten. U ziet nu dat de chocolade gesmolten is en dat we een rijkelijke, dikke en lekkere chocoladesaus hebben. Ik ga de saus zeven om zeker te zijn dat er geen luchtbellen achterblijven en om de overtollige stukjes chocolade te verwijderen. En voor variaties van deze saus kunt u een flinke scheut van tam van liqueuren toevoegen. Zoals een Cointreau, Drambuie of een scheutje rode wijn of tiamaria.